ook voor de Koningsspelen over de creatieve opdracht die je kunt gaan doen als je in groep 5 tot en met 8 zit. We gaan vandaag een 3D-plattegrond maken. En ik laat in eerste activiteit zien hoe je dat zou kunnen doen. Maar er zijn nog zo verschrikkelijk veel andere mogelijkheden. In de leskaart kun je daar meer over vinden. Wat ik bedacht heb voor mijn koninkrijk. Dus ik heb per kopje erbij geschreven wat ik er nu in terug wil zien in mijn koninkrijk. En nou ga ik pas aan de slag met het maken hiervan. Dan pak je eerst je mindmap erbij en ga je nadenken over hoe je dit ongeveer op jouw blad gaat verdelen allemaal. Daarvoor ga je eerst een schets maken van de plek waar alles komt. Plattegrond van je koninkrijk is het heel erg belangrijk dat je altijd eerst goed nadenkt over wat er allemaal in moet voorkomen. En daarvoor heb je je mindmap van tevoren gemaakt. Daarna ga je de 3D-plattegrond eerst schetsen. Dus waar wil je wat hebben? En vervolgens ga je eigenlijk een soort 3D-collage maken met de spulletjes die je op dat moment beschikbaar hebt. En die ga je erop leggen. En daarna pas ga je alles vastplakken. Nou kun je ervoor kiezen om te knippen, te plakken, te vouwen. Misschien heb je materiaal zoals deze leuke tapejes die je kunt gebruiken om het nog wat interessanter te maken, om naar te kijken. Want ik heb natuurlijk nu heel vlug even wat neergelegd. Het is natuurlijk de bedoeling dat als jij je 3D-plattegrond gaat maken, dat het wat uitgebreider wordt en gedetailleerder. En dat je dus goed nadenkt ook over de layout. Dus hoe het eruit komt te zien. Heel erg veel knip- en knutselplezier. En als je op de leskaart van in opbouw gaat kijken, dan zijn er ook een aantal andere dingen die je eventueel zou kunnen doen bij deze opdracht met ander materiaal. Waardoor je toch een 3D-plattegrond maakt van jouw koninkrijk, maar heel anders weer. Dus neem vooral even een kijkje en succes!